in een bos. Wat voor een bos? Een bos haan? Nee. Ja. Nee. Een groen bos met bomen. Wat voor een groen bos met bomen? Ja, heel mooi. Kijk maar. Kijk maar hier. Kijk dan. Kijk dan. Rozen. Ja, heel mooi. Ja! Met mij wil je het niet aan de stok hebben. Een prachtig nieuwsgierig fladderbeest. Ik snap niet dat je onze kinderen het bos in hebt gestuurd, terwijl wij ze huisarrest hebben gegeven en de telefoons hebben afgepakt. Het is waarschijnlijk een groot feest nu voor ze. Beziel me even, met je praten. Hallo. Want het verwacht me wat er allemaal gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je begrijpt als het niet perfect gaat. Nee. Hoe dan ook, we zijn toch braaf, doen ons best, zijn lieve kinderen. Want het is alsof haar straffen steeds zwaarder, stommer, lomper en gemeen zijn. Hoe dan ook, het heeft geen zin, dit is toch een groot wanbeleid. Dat is toch niet normaal? Is het dan etenstijd? Jelly! Het ja, was zo leuk in het bos! Je bent dat Pokémon gevangen! Dat is vet cool! Gietje, ik mag vertellen! Dat kan je helemaal niet, daar ben je veel te dom voor! Je bent zelf dom! Mam, Gietje noem me dom! Weet je, je bent er ook te dik voor. Je bent zelf te dik. Mam, Grietje noemt me ook nog dik. Oh, nou, dat komt goed uit. Want vandaag barbecuen we één rauwe paprika met z'n vijven. Omdat jullie het boodschappengeld hebben opgemaakt en geen hout hebben gehaald voor het barbecue. Nou, mam, dit is allemaal Hans' schuld. Hij is vet lui. Mijn schuld? Jij wilde alleen maar Pokémon vangen. Dat wil jij? Dat wilde jij. Jij wilde het jij door. Wil als ik niet jij niet zo'n groot wat. Geen ruzie maken en ons ding op een volwassen manier op zonder perfecten, hè? Ja! Mam, Hans en ik hebben het er nog eens heel goed over gehad en wij gaan geen ruzie meer maken, toch Hans? Nee, we zullen het nooit meer doen. Nee, en we zullen ook heel goed naar jullie luisteren en geen hoge telefoonrekening meer maken. Ja, we gaan goed luisteren. Nou, dat is fijn. Maar dan doen we ook het bos niet meer in. Nee! Geloof je het zelf? Alsof deze kinderen dat één dag zouden volhouden. Nee, wij gaan mooi het bos in. Kom. Ze gingen verder. Ze gingen verder. Ik heb wel zin in een lekker stukje kip vanavond. Ruzie aan mijn kop. Geen drukte, alleen maar rust. En alle boodschappen voor onszelf. Oh. Schatje, het is weer net als vroeger. Pap! Pap! Oh, ik mis ze zo. Wat zijn jullie aan het doen? Hans, schrikken. Oh, jullie zijn er weer. Oh, kopje pillen. Wat? Fijn dat jullie er weer zijn!
avond, rond de klok van 11 uur, natuurlijk als vuur.
Oh, maar ik ben niet voor één kat gevangen. Ik ken Necklace niet. Hè? Hoe moet dat dan? Nou, met die lont, die steek jij dus aan. Met een aansteker. Hier, alsjeblieft. Heb al gevonden hier. Nou? Kom nee, dat lukt niet. Misschien moet dit voordoen. Nou, geef maar hier. Kijk. Zo. Ja, nu jij. Nee, het lukt nog steeds niet. Dat kunnen alleen vieze vrouwen zoals u. Kan de jeugd van tegenwoordig nou helemaal niks? Nou, geef maar hier. Ik doe het zelf wel. Dumbo! Nou, kom mee en kijk goed. Zo, dan buig ik voorover. En dan helemaal hier achter in de oven. Daar zit een lont. En dat lont, dat ga ik nou aansteken. Niets is zo lekker als een dikke zure mat.